Er moet meer aandacht komen voor de koto, want het kledingstuk behoort tot het Afro-Surinaams cultureel erfgoed. Dat zegt Fred Fitzjames, initiatiefnemer van het eerste Rotterdamse Kotomissie Grand Gala. De sierlijk gesteven traditionele jurken zijn er voor verschillende gelegenheden. Zo heb je de verjaardagskoto, de werkkoto en de rouwkoto. Sommigen zien de koto als een kledingstuk dat bedoeld is om de verleidelijke rondingen van zwarte vrouwen te bedekken. Verslaggever Sam Jones was op de feestelijke bijeenkomst afgelopen zondag in Theater Zuidplein in Rotterdam en bood aan ons het volgende verslag. Je hebt koto's voor als je een kroonjaar wordt, je hebt voor de kerk, je hebt voor de rouw, je hebt voor de bakkagrong. Voor huwelijk, voor alles heb je een koto vanavond. Mijn naam is Helen Meynals en ik heb een koto aan. En deze koto is een fosteenkoto. En als je het over fosteenkoto hebt, dan heb je het over de koto's van heel vroeger. De kleur is blue-black. Heb ik samengemengd met een hele rode pangie erop. Dit is een yachi. En dit is mijn Anissa. Heb ik zelf ontworpen hoor. Maar ik moet toch een naam ervoor verzinnen, maar ik weet het nog niet. Waarom organiseert Fred Fitzjames deze kotto-show eigenlijk? We moeten niet vergeten dat de kotto sinds 2014 is genomen in het cultureel erfgoed. Dat betekent dat het meer is dan een grondstuk. Het vertelt geschiedenis, het heeft waardering en het zet ook de vrouw in een heel prachtig zonlicht. De kotto maakt mij ook voor wie ik ben. Voor mij kan de kotto gewoon nu ook op de Parijse topmodellen, toch? Die kotto kunnen ze ook showen, want steeds worden ze mooier en intensiever. Nu wordt er ook gezegd van die kotto die was bedoeld om de rondingen van de zwarte vrouw te verhullen. Ja, dat klopt, want je moet nagaan, die vrouwen hadden een mooi skin, toch? Strakke vrouwen, zwarte vrouwen, weet je. We waren niet gewend om kleren te dragen, we waren puur natuur. Die vrouwen liepen met hun blote bovenstuk, maar die mannen die daar kwamen waren een beetje zwak van gesteldheid. Ze konden het niet aanzien en ze werden handtastelijk. Dus uiteindelijk werden die vrouwen van hun jaloers en zij vonden van hey, we gaan deze mensen niet meer zo naakt laten lopen, anders zijn we onze mannen kwijt. Maar het mooie van die koto is dat wij die koto zelf verder zijn gaan ontwikkelen. Alles een reportage over het eerste Kotomissie Grand Gala dat afgelopen zondag op initiatief van Fred Fitzjames georganiseerd is in Nederland. De reportage was van verslaggever Sam Jones.